dat je kijkt naar deze video. Deze week gaat Tessa springen op een andere pony. Want Kim die ging meedoen aan een oefenspringen met Bel. Of toch misschien niet. Kijk maar even mee. Jullie maken kennis met Monique. Monique is degene die bij ons de paardjes komt helpen doen. Daar zijn we super blij mee. Ze had haar debuut iets anders verwacht. Ze wilde namelijk eigenlijk niet echt dat ze helemaal verzopen op de video zou komen. Maar het was te leuk om die te laten zien. En verder wordt Bel vandaag wordt deze week gemeten. Dus veel plezier met kijken. Zo, nee, is er niet één gaatje? Hallo, vertel even. We moeten vandaag op Bel rijden, want Bel spring. Gaat ze oefen springen. Met? Kim. Dus dan moet ik op Melbourne. En wat ga jij doen met Melbourne? Ik ga met Melbourne springen. Woehoe! Hij vond het leuk, hè? Vond je leuk, hè? Ja. Nou, succes! Tatum zit op Evita, de grootste pony van stal. En net zat ze op de kleinste. En net zat ze op de kleinste. En kijk naar die beentjes dan, komen niet eens om het zadel uit. Op Bel springen, volgens mij 40 centimeter. 50? 50? Hm. Nou, of we springen. Nee, het is de aller. Eerste keer. Spannend. Heb je geholpen met opzadelen? Ja. Vooral gepoetst. En denk je dat ze staan kan? Nou. Ik ga met Bella oefen springen. Ik ga 50 springen en ik ben als eerste. Dus ja. Zie je het zitten? Ja, ik vind het wel leuk. Toch wel een beetje spannend. Nou, succes. Ja, dank je. We zetten sportfunctie aan. De bel gaat nog wel hard. Ja. Ze heet ook geen Bel. Ze heet Speedy Gonzales vandaag. Moet je een zeepje mee hebben? Ja, dat kan graag. Deze is maandag ook. Mm-hmm. Dat is Fabienne hier. Ja, dat kan ook. Fabienne. Ik weet niet waar Fai is. Ik moet niet op zadelen. Ah, ja, nee, helaas. Maar mij heb je niks, ik ga niet mee rennen. Even mee rennen nog een keer. Tess, doen we nog een keer. Hou er maar vast. Ja, ren maar naast haar. Ja. Als het linksom niet gaat. Juist. Goed gedaan, Tess. Nou, we hebben een nieuwe microfoon. En die zijn we nu aan het uittesten. Dus willen jullie beneden in de comments laten weten of jullie ons beter daardoor horen? Zo, paardjes in de molen geweest, buiten geweest. Nu nog even inspuiten. Tegen de mok. Dus dat is wel lekker voor haar. Anders dan krijgt ze vrij snel last van mijn benen. En het gaat net zo goed. Dus, we spuiten nog maar even. Het is vandaag dinsdag. En ons Rikje... De radio gaat weer aan, dat willen we niet. En ons Rikje, die heeft 2 weken een soort van... Nou, wat heb je? Vrij? Ik heb even time-out. Ja, dat heeft de HBO verzonnen hoor, hij niet zelf. We zijn nu op weg naar de manege, want Rik die moet nog even iets doen daar met schermen. En ik ga natuurlijk gewoon de paardjes doen. We hebben ander geluid. En ja. Kijk, hier. Kan je het zien? Een serieuze DAS-speld microfoon. Dus dat is een beetje gek.
Want nu moet ik elke keer de microfoon even aankoppelen als ik met jullie wil praten. En gewoon met mijn telefoon wil filmen. Dus dat gaan we nu even uitproberen hoe dat werkt en of dat van toegevoegde waarde is. Ik denk het wel, want ik heb hem al getest met Tessa. En dan hoor je in ieder geval die wind allemaal niet meer zo. En ook dat rare geluid dat het geeft. Als ik zo film, hoor je dan als het goed is niet meer zo. Dus nou, op naar de Marliesje. Heel eng hier. Nou, dat wisten jullie niet. Maar daar staat die. En die is heel gevaarlijk, vindt Verona. Dus we gingen even kijken. Wil je nog kijken? Hoe eng die is? Mag wel. Zie je? Valt wel mee. Hij eet je niet op. Nou dames, goedemorgen vanuit een gezellig, prachtig, mooi Manege Middelhof. Ik dacht, laat ik Rebecca eens nadoen en een vlogje maken. Het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk. Weer. Maar de paardjes hebben alles weer gehad. Henja die was blij dat ze weer in de stal mocht. Want die stond een beetje te verwaaien in paddock 4. Dus die was heel druk en springerig en nou ja, zoals Henja kan zijn. De tonnetjes zijn weer bijgevuld zoals jullie kunnen zien. Mevrouw heeft even zo. Nou, eigenlijk niet gepoept zie ik. Nee. Maar ze is heel vrolijk en gezellig. En Belletje ook. Dus die ga ik zo uit de stapmolen halen. Meiden, ik kan het niet zo goed als jij, Rebecca. Maar goed, dat is ook niet mijn vak. Ik zie jullie snel weer. Doei! Hey, ik kan een handstand tegen de muur in mijn eigen kamer. Hier hangen meestal posters. Die heb ik even weggehaald. Dan ga ik het nu even laten zien. Houden jullie bij hoe lang ik het vol kan houden? Tada! Oké. Dat geloof je. Nou, ik kan het nog langer volhouden. Dat geloof ik gelijk. Goed gedaan. Vrijdag en Tess is vrij. En we gaan een fotoshoot doen. Ja. Maar we gaan nog niet laten zien wat. Alleen dat we twinkles hebben. Ja. En nog heel veel andere dingen. Ja. Hè, Belletje? Niet te veel laten zien. Zin in? Ja. Oké. Okay. Nou, ga er gauw op. Ja. Tussen van het rijden voor de fotoshoot. Ja, ik ben wel benieuwd of jullie al weten wat het zal zijn. Het gaat zelfs galopperen. Wel even ietsje rustiger is. Gelukkig zien jullie nog niet het hele plaatje nu. Anders weet iedereen al wat het is. Het is geen Valentijnsdag. En het is ook geen carnaval. Dus laat maar in de comments hieronder achter of je wel weet wat het is. Of wat jij denkt dat het is voor een bijzondere dag. En de fotoshoot is natuurlijk met Erna Kuipers. Bij Ver in de les. Een beetje oefeningetjes doen met springen en balkjes. Nou ja, het is geen springen, het is meer balkjes. Een beetje struikelen, meer van die dingen. Dat vindt wel leuk. Dus dat is fijn, hè?
Bel let niet heel erg op wat ze doet, volgens mij. Ja, dat is beter. Het officiële moment is gekomen. Onze pony wordt gemeten. Nou ja, testerpony wordt gemeten. Moet de deken nog af of ja, niet? Een dun dek. Ruim 1,34. Dus ik hou me op 1,34. Helemaal goed. Ja. Bedankt voor het kijken naar deze video van de weekvlog. Morgen zien jullie mijn proefje. En volgende week weer wat nieuws. Dat is ook wel leuk. We gaan namelijk zondag, deze zondag gaan we naar Equestrian Plus. Nou, daar ga ik jullie alles over vertellen in een volgende video. Vergeet vooral niet kaartjes te kopen voor het Paarden YouTubers Live Event. Dat is 7 en 8 april. En willen jullie verder nog weten waar wij te vinden zijn? Kijk dan even in de agenda op onze website www.hartvoorpaarden.nl. Zie bovenaan agenda staan. En daar kun je dus direct zien waar we wanneer waar zijn. Nou, bedankt voor het kijken. Doe vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dat niet al gedaan hebt. En ik zie je heel graag binnenkort weer. Doeg!